Dag Robert, we hebben een verzoek gekregen van de Universiteit van Barcelona of jij voor de camera iets zou willen vertellen over je leven en je werkzaamheden als rechtshistoricus. Daar zal ik graag aan voldoen. Mijn leven is begonnen interessant te worden, denk ik, vooral vanaf het moment van mijn studie. Ik ben begonnen te studeren voor de oorlog. In de oorlog was ik nog niet afgestudeerd en heb ik dus daarvan wel nadeel ondervonden, maar anderzijds ook voordeel. Ik heb in de oorlog heel veel voor mezelf kunnen werken. Ik heb intussen nog een prijsvraag beantwoord die later met Royaal voor een proefschrift gegeven heeft. Dus na afloop van de oorlog ben ik meteen gaan doen datgene wat ik het meest gewist heb, namelijk naar het buitenland te gaan. Er kwam nog in de zomer van 1945 een uitnodiging om aan een Zwitserse universiteit te studeren. Ik was al afgestudeerd, ik had mijn doctoraal examen, dat is voor mij mijn proefschrift verder voor te bereiden in Zwitserland. Dat is gebeurd in Lausanne bij professor Melan, met wie ik ook later in mijn leven nog zeer bevriend ben geweest en van wie ik heel veel geleerd heb. Terug naar Nederland, benoemd tot assistent voor Romeins recht van professor Hoetink. Daarna een promotie, niet bij Hoetink, maar bij professor Fischer, die speciaal meer thuis was in de geschiedenis van het Nederlandse recht. Mijn proefschrift gaat weliswaar voor een deel over Romeins recht, maar over een nog groter, veel groter deel over de geschiedenis na Justinianus tot aan de codificatie. Dat was, als ik even vragen mag, dat was over het recht van reclame. Ja, ja. Het recht van reclame. Eigendomsovergang bij koop is het makkelijkst, want dat zo noem ik het zelf altijd, EBK. Ik ben gepromoveerd in 1949. Op de avond van mijn promotie heeft de Utrechtse faculteit beslist dat ze me zullen voordragen als professor. Niet voor Romeins recht, maar voor inleiding tot rechtswetenschap en geschiedenis van het oud-Nederlandse recht. Dat heb ik gedurende 3 jaar gedaan in Utrecht. En toen ben ik vandaar naar Leiden geroepen, waarmee de leerstoel Romeins recht en zijn geschiedenis werd aangeboden. Die leerstoel heb ik van 1952 tot 1985 vervuld. Daar kom ik misschien nog wel op terug. Vanaf 1985 ben ik geëmeriteerd. Ik heb die tijd voor veel andere dingen gebruikt. Voor studieverblijven in het buitenland. Met name voor het uitgeven van teksten, in het bijzonder van Hugo de Groot. En tenslotte ook vooral op bibliografisch gebied. Dat is in het kort mijn leven. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ook nu is de bibliografie iets wat mij zeer veel boeit. En dat komt door een onderneming om een bibliografie van Nederlandse juristen samen te stellen, waar ik weliswaar niet zelf een deel meer in schrijf, maar waar ik 2 andere auteurs terzijde sta. Dat is wat mij betreft heel kort. Ja. Ik weet niet of er nu nog. En dan daarnaast, gedurende die hele periode van je werkzame en postwerkzame leven, zou ik willen zeggen, had je nog andere bezigheden buiten de universiteit? Mijn voornaamste bezigheid was het redacteurschap van het tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. Wat ik nog steeds heb, dus nu bijna 63 jaar bekleed heb. Ja. Maar daar kom ik wel op terug. Ja, en even, hoe kwam je daarin? Door een initiatief van Meijers en Van Oven. Ja. Samen met Fischer. Het moest heropgericht worden.
Ja. Dat hadden vroeger een secretaris, dat was een Franse dominee die meteen de Franse teksten kon nazien. Maar ze hadden toch behoefte aan iets meer. En toen hebben ze mij, dus Koetink, Beiers van Over, mijn leermeester Fischer en ik zijn begonnen in 1950 met de Belgen. En de Belgen, dat was in dat tijd Ganshoff, Gielissen en Strubbe. En daar heb ik mee samengewerkt en sindsdien natuurlijk met vele andere namen die bekend zijn, met name met Raoul van Kanegem, die ongeveer 40 jaar lang samen met mij het secretariaat van de redactie de facto heeft vervuld. Ja, tot nu toe heb ik dus heel sumier mijn carrière in Nederland geschetst. Ik zou graag nu willen zeggen dat vanaf de oorlog, al eerst door het verblijf in Zwitserland, gevolgd door een eerste verblijf van 14 dagen in Parijs, daar verder altijd het nodige toe had bijgedragen, in 1947, op een moment dat ik nog niet gepromoveerd was, heb ik als assistent van Hoetink mogen deelnemen aan een zitting van de Société Internationale des Droits de l'Antiquité. En daar was ik de enige assistent van buiten België. Dus ik heb me eigenlijk een beetje kunnen bewegen alsof ik ook als professor met gelijke jonge buitenlandse professoren, met name uit Frankrijk en Italië. Mijn eerste vriendschappen met Italië dateren daar ook van. Van Frankrijk is de man die ik toen het meest bewonderd en het meest heb leren kennen, Jean Godemet. Die heeft mij eigenlijk mijn hele leven lang heb ik daar nauw contact. Ik heb me praktisch in alle besturen internationaal die er zijn te bedenken op het gebied van de rechtsgeschiedenis heb ik samen met Jean Godemet. Ik ben hem opgevolgd als voorzitter van de Société Jean Baudin, ik noem maar wat, ja. En van de Association Internationale d'Histoire du Droit. Daarnaast waren nog geen Duitsers. Er was Italianen vooral, er was één Engelsman. En dat contact met Frankrijk was voor mij op dat moment het belangrijkste. Na mijn promotie, zoals gezegd, was ik al heel snel professor. En toen kon ik dus werkelijk mij op voet van gelijkheid gaan bewegen op congressen. Dat is eigenlijk meteen begonnen. Enerzijds in die Société d'Histoire des Droits de l'Antiquité, maar verder in een kleiner lokaal gezelschap wat Frans, Belgische en Nederlandse rechtshistorici in verenigd en een zeer internationaal georiënteerd gezelschap, namelijk de Société Jean Baudin. En het was professor Gielissen uit Brussel die mij daar meteen in heeft gehaald, in het bestuur, mijn voordrachten heeft laten houden. En daar heb ik dus toen een tijd lang waren jaarlijkse congressen, eerst later met grotere tussenpozen, werd er een onderwerp en heb ik mij eigenlijk in die eerste tijd vooral met meer geschiedkundige, dus geschiedenis van de markt, geschiedenis van de steden bezighouden. Niet zozeer met juridische dogmatiek, maar daardoor heb ik ontzettend veel mensen leren kennen, want in die Société Jean Baudin, daar kwamen ook toen al vrij vroeg ook al Duitsers en met name mensen van achter het ijzeren gordijn. Dat was het grote geheim, die mochten wel naar de Société Jean Baudin gaan. En soms met veel moeite, maar daar heb ik dus ook vriendschappen buiten het Westen eigenlijk meteen gevestigd. Verdere ontwikkelingen in de Utrechtse tijd bleef het eigenlijk hier min of meer bij. In Leiden trad ik meteen eigenlijk in een ander circuit.
In de eerste plaats dus door het overlijden van professor Meijers. Hij was al gepensioneerd toen ik benoemd werd, maar hij is in 1954 gestorven. En ik ben toen samen met mijn leermeester Fischer aangewezen om de rechtshistorische geschriften van Meijers in 4 delen uit te geven. Fischer is helaas vroeg gestorven, dus voor het grootste deel daarvan werk heb ik zelf gedaan. Ik heb me daardoor met name moeten verdiepen in de geschiedenis van de Universiteit van Orléans, wat een van de grote thema's is geweest die mijn verdere wetenschappelijke werk hebben gekenmerkt. Ik heb er ook iets anders geleerd. Dat is, Meijers citeerde enorme aantallen manuscripten die hij overal in Europa had gezien. Hij had op grote schaal al in de Eerste Wereldoorlog fotocopieën besteld. Ook een zeer zeldzame collectie van handschriften die al verloren zijn gegaan in de oorlog. Dus zo heb ik mij ook op de handschriftkunde moeten toeleggen. En ik heb zelfs met mijn collega voor paleografie in Leiden enkele tientallen jaren een privatissimum in de handschriftenkunde gehad. Dat waren de twee onderwerpen die in Leiden vooral voor mij op de voorgrond traden. Ja. Intussen was dat deze organisaties die ik net noemde waren grotendeels Franstalig, die Société Jean Baudin. Intussen ben ik ook in het Duitse circuit gekomen. In de eerste plaats door het bijwonen van de rechtshistorica taak in 1954, wat me meteen een vriendschap heeft opgeleverd met Frans Wieacker en tegelijkertijd met Thieme en met Koing. En die drie figuren hebben toen mijn oriëntatie naar andere onderwerpen eigenlijk bijzonder bevorderd. Wieacker meer in het algemeen. Koing heeft mij 1964 gebombardeerd tot president van het de Fachausschuss van het internationale comité voor zijn Max Planck Instituut voor Europese rechtsgeschiedenis. Daar ben ik dus 25 jaar voorzitter van geweest. Allemaal met Codemain, met Hielissen, met maar ook anderen die ik nog niet genoemd heb, met name met Italianen, Maffei en later Cortese. Intussen had ik ook wel contact met Nicolini, die de grote specialist was op het gebied van de glossatoren. Dat was in die jaren vielen ook meteen al de herdenking van Bartholus in 1959 en van Accursius in 1963. Daar heb ik beide uitvoerige rapporten geschreven die vooral op handschriften en oude edities georiënteerd waren. Ja. Dat is een verder aspect. Ik ben door Thieme, ik noemde het nu net Koing, maar door Thieme ben ik ook door zijn geschrift op het spoor gezet van de invloed van de zogenaamde Spaanse scholastici, of het laatste scholastici, op het privaatrecht in Europa. In het bijzonder ook door de invloed van deze auteurs op Hugo de Groot, die, zoals ik al heel kort heb aangeduid, een belangrijk deel van mijn onderzoekingen heeft uitgemaakt. Ik ben begonnen met artikeltjes te schrijven over bepaalde dogmatische onderwerpen. Ten slotte ben ik geëindigd met een uitgave te maken van het beroemde de jure belli ac pacis, die zich van andere uitgaven onderscheidt doordat alle auteurs na 800 gecontroleerd zijn. En daarnaast
en dat is nog pas 3 jaar geleden, de uitgave van het kleinere geschrift Mare Liberum, waar ik hetzelfde gedaan heb, voor het eerst de bronnen nagegaan. En daar, in beide gevallen, komt direct die enorme invloed van de Spaanse auteurs, van de Spaanse school, tot uiting. Ja. En daardoor ben je ook in contact gekomen met Spaanse collega's. Ja, en toen ben ik dus in de eerste plaats natuurlijk met García Gallo, maar later in het bijzonder ook met Pérez Prendes en tenslotte Montagut, die mij verschillende lezingen over dat onderwerp in Barcelona heeft laten houden. De invloed van Spanjaarden op het Europese recht en op het werk van Hugo de Groot in het bijzonder. Ja, een ander aspect in je carrière is Zuid-Afrika geweest, waarmee je lange banden hebt gehad, althans met de universitaire wereld. Daar ben ik toe gekomen omdat, zoals waarschijnlijk aan iedereen bekend is, het Rooms-Hollandse recht of Romeins-Hollandse recht nog steeds geldend recht in Zuid-Afrika is, al is dat maar op een zeer kleine schaal. In die tijd, het was in de tijd dat er een nationalistische regering was, werden er vooral veel mensen naar Nederland gestuurd om de Nederlandse origine van het Zuid-Afrikaanse recht te bestuderen. De eerste ceremonie die ik bijmaakte was twee promoties bij mijn leermeester Fischer. Daarna gaf ik advies, maar Fischer was de promotor, aan een zeer bekwame Zuid-Afrikaanse jurist die door de universitaire wereld afgeschoten is, maar het toch tot lid van het opperste gerechtshof heeft gebracht en een van de voortreffelijkste juristen van Zuid-Afrika is. Maar intussen kwamen ook professoren uit Zuid-Afrika mij bezoeken. De ene was Ben Beinaert, van Litouwse afkomst, maar in Zuid-Afrika geboren. Man die hij had gevochten in de oorlog. Hij kende zijn talen, hij kende Italiaans. En hij gaf Romeins recht en de Universiteit van Kaapstad. Dat was voor mij eigenlijk het belangrijkste contact. En door dat contact ben ik uitgenodigd tot een officieel bezoek aan de Zuid-Afrikaanse universiteiten. Bij die gelegenheid heb ik zulke contacten gelegd dat ik in de 15 jaar die daarop volgden 6 Zuid-Afrikanen als promovendus in Leiden gehad heb en dus begeleid heb tot de dokterstitel. Dat contact leidde natuurlijk ook tot verdere uitnodigingen in Zuid-Afrika. Ik ben er in totaal 6 keer geweest. Na die officiële reis in 1977, in langere tijd in 1987. Toen heb ik college gegeven in Kaapstad, maar ook al veel rondgereisd. En tenslotte nog bezoeken om enkele eredoctoraten in ontvangst te nemen en gehuldigd te worden ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag. Als ik nu Zuid-Afrika noem, moet ik eigenlijk toch meteen ook mijn contacten met Groot-Brittannië. Ik zeg met nadruk Groot-Brittannië, want die contacten zijn eigenlijk begonnen in Schotland, gekregen. In het bijzonder de initiatief van mijn vriend Peter Stein, die me in mijn verdere leven ontzettend veel geholpen heeft, ook bij het prepareren van verdere geschriften. En natuurlijk heb ik in die tijd ook
Tony van Hoeré ontmoet in Oxford, die later in Oxford mijn weldoener is geweest door te maken dat ik in totaal 3 terms als visiting fellow van All Souls College heb mogen doorbrengen. Waar overigens ook internationale contacten waren, onder andere met een Franse geestelijke die me gezet heeft aan het onderzoek van de dissertatie van hoe heet het nou? Montesquieu. Ja? Of Montaigne. Montesquieu of Montaigne? Nee. Wacht. Ik herinner me dat. Je hebt me verteld dat die aankondiging van die dissertatie en dat was men de dissertatie van. Op de achterkant van een schilderij had men de stellingen van Descartes ontdekt. Meer niet, want je kon alleen op die stellingen promoveren. Maar de mensen konden die stellingen helemaal niet uitleggen. En toen werd me natuurlijk gezegd: Robert, kun je even zeggen wat dat mee betekende? Ja. Er werden natuurlijk grootse veronderstellingen, maar het waren allemaal. Voor iemand die Romeins recht ging, waren dat hele gewone stellingen. Dat viel toen een beetje tegen, maar ik heb tenslotte wel daardoor een van mijn verdere liefhebberijen, namelijk de universiteitsgeschiedenis, niet alleen Orléans, waar ik nog op terugkom, maar ook van Poitiers, waar Descartes gestudeerd heeft, ben ik nagegaan. En dat brengt me dan ook tevens weer op terug op Frankrijk. Ik heb tot nu toe van Frankrijk alleen mijn contacten met Jean Gaudemet genoemd. Ik heb al in 1946 voor het eerst als assistent ontmoet Jean Humbert, die een grote carrière heeft gemaakt. Eerst gewoon de carrière aan de Franse universiteit. Hij is directeur-generaal de l'enseignement supérieur geweest. Hij is rector geweest. Hij is alles geweest wat je maar als belangrijke Fransman kan doen. Maar het hield hem er niet van om met allerlei kleinigheden mij altijd nog te helpen. Zijn hele leven lang, daar dank ik ontzettend veel aan. En tenslotte, wat ik nog een derde naam noem naast Gaudemet en Humbert. En dat is de naam van André Gouron. Alle drie, Gaudemet, Humbert en zijn ons ontvallen. Gouron pas kort geleden. Maar door mijn interesse in Orléans ben ik ook tot Gouron gekomen en ben ik later juist ook in de geschiedenis van het recht in Zuid-Frankrijk terechtgekomen. En ook Gouron heeft mij vele wijze raadgevingen gegeven en heeft mij ook uitgenodigd om een semestercollege in Montpellier te geven. Je hebt ook veel contact gehad, laat ik zeggen, je hebt veel je bezig gehouden met de geschiedenis van de juridische faculteit en het onderwijs in het recht aan de voormalige universiteit en thans universiteit van Orléans. Inderdaad. En dat was natuurlijk voorbereid door de studies die ik van mij is gemaakt. Ik was nooit in Orléans geweest. En op een gegeven moment heb ik tegen mijn vrouw gezegd, vanuit Parijs, ik ga gewoon een middag naar Orléans en heb daar toen de archivaris van Orléans ontmoet. En die zei, meneer, u komt net op tijd, we hebben volgend jaar hier een manifestatie om een universiteit opnieuw gevestigd te krijgen. En daarvoor willen we een cortège van professoren over heel Europa samenstellen en of ik daar maar aan zou willen deelnemen. Gevolgd uiteraard door uitnodigingen om nog eens in Orléans een voordracht te houden. En daaruit is toen, die voordracht heb ik gehouden op de grote betekenis die de Universiteit van Orléans voor een Nederlandse juristen genoemd heeft, gehad heeft. Al sinds de 13e eeuw, maar vooral in de 14e eeuw door Philips van Leiden. En later door dat veel protestanten, toen er nog niet genoeg protestantse universiteiten beschikbaar waren, naar Orléans gingen om daar hun raad te halen en lid te worden van de Germaanse natie van Orléans.
En zo heb ik samen met een historicus, professor Niermeijer uit Amsterdam, een comité opgericht om de boeken van de procurator van de Germaanse natie uit te geven. Daar zijn drie jonge mensen toen voor aangetrokken. En die hebben geleid tot een publicatie die tot nu toe in 5 delen verschenen is, wat binnenkort nog andere delen verschenen, over alle studenten uit het Zuid- en Noord-Nederland die in Orléans geweest zijn. Dus dat is men eigenlijk, zonder dat het meer ging om de professoren van Orléans, want die waren niet veel waard, maar het was wel een plaats waar de Nederlanders naartoe gingen en toch wel iets van het recht leerden en vooral promoveerden, omdat dat gemakkelijk was. Kom ik straks nog even terug bij Jeroen Groot. Maar je bent toch ook via Orléans op de universiteitsgeschiedenis terechtgekomen? Ja, als specialist van Orléans ben ik op een internationaal congres van de historici, Comité International des Sciences Historiques, gebombardeerd tot lid van een commissie pour l'histoire des universités. Daar ben ik meteen lid van het bestuur geworden, later vicevoorzitter en nog 10 jaar voorzitter. En daar heb ik toen vele contacten natuurlijk ook met universiteitsgeschiedenis buiten Frankrijk gekregen. Daar kon ik toen vooral ook de Nederlandse universiteitsgeschiedenis in brengen, want intussen had de Universiteit Leiden zijn 400 jaar bestaan. Daar heb ik ook een bijdrage aan moeten geven. Dus ik werd een klein beetje specialist van de universiteiten, van de Nederlandse universiteiten, daarna vooral Franeker uit Friesland, waar mijn familie vandaan komt. En tenslotte ben ik ook wel in de universiteiten van Leuven en van Keulen nogal gespecialiseerd geraakt. Dus dat heb ik aan de universiteitsgeschiedenis te danken, waar ik nog steeds de dingen, de ontwikkelingen zoveel mogelijk volg. Als ik even vragen mag over Orléans, maar er waren toch twee beduidende, misschien niet allen waren beduidend, maar er waren toch twee beduidende professoren in Orléans. Ja, maar alleen in de, naar mijn mening, alleen in de 13e eeuw. Ja. Naar de mening van een promovende van mij, ook in de 14e eeuw, die heeft er een proefschrift aan gewezen. Een Fransman, die noemt die professoren uit die tijd les rabâcheurs, de herkauwers. Maar dat mag ik niet te veel zeggen. En natuurlijk is het ook interessant, omdat vooral Philips van Leiden natuurlijk die professoren heeft aangetroffen. En die waren ook weer niet zo slecht, maar ze kunnen niet halen bij de mensen die mij als interesseerden, namelijk Jacques de Rivigny, Pierre de Belperche met name. Die blijven de grondleggers van de Europese rechtswetenschap. Voor de rest zijn het lokale figuren. Je hebt al een paar keer de naam van Grotius laten vallen en ook van zijn twee meest bekende werken die je hebt heruitgegeven. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dan zal ik het in het buitenland minder bekende, maar voor Nederland nog veel belangrijkere derde werk van Hugo de Groot noemen, namelijk de inleiding tot de Hollandse rechtsgeleerdheid. En dat is een geschrift wat hij, zoals bekend, geschreven heeft in de gevangenis in Loevestein, en dat hij tenslotte na 10 jaar heeft gepubliceerd en dat een enorme invloed heeft gehad op het rechtsonderwijs in Nederland. Niet in de officiële colleges, maar in de privatissima, in de disputaties. In feite was dat waar ze de boel uit leerden. Die betekenis van de inleiding, die was al sinds de 19e eeuw erkend door Fokkerman André, maar later door mijn leermeester van Apeldoorn. In het tweede jaar kreeg ik al een doctoraal college over het privaatrecht, want inleidingen tot de Rotterdamse rechtsgeleerdheid is privaatrecht.
En toen ik dus later zelf met een bepaald onderwerp bezig was, namelijk het eerste plaats het onderwerp van mijn proefschrift, heb ik me daar meer mee in moeten verdiepen. En later heb ik me in het bijzonder bezig gehouden met de sancties bij onrechtmatig daad. Grotius is overigens ook de grondlegger van de leer van de onrechtvaardige verrijking in Nederland. Bij beide onderwerpen, zeker bij de onrechtvaardige verrijking, maar in wat het recht van de onrechtmatige daad betreft, vooral ook door de toekenning van schadevergoeding bij verwonding en doden van personen. Die paragrafen die steunen absoluut niet op Romeins recht, terwijl het verdere boek grotendeels op Romeins recht steunt. En die zijn afkomstig, dat heb ik toen uitgevonden, van Spaanse scholastici die ik al genoemd heb. Dus de invloed van die scholastici is al te vinden in de inleidingen tot de Hollandse rechtsgeleerdheid. Ik ben daar later mee doorgegaan met andere onderwerpen waar die invloed enorm groot geweest is. Onder andere de eigendom, de leer van de beperkt zakelijke rechten en nog enkele andere onderwerpen ook. Dus zo was ik eerst van de privaatrechtelijke kant was ik bij Hugo de Groot gekomen. Toen, van die inleidingen, daar bestonden alleen gedrukte teksten van. Geen handschriften. De autograaf is er zeker niet meer. Maar het boek is gedrukt omdat er zoveel bij handschriften circuleren. En het zou toch vreemd zijn als die er niet waren. En daar heb ik er twee van gevonden in mijn leven. De eerste heb ik gevonden in de 60er jaren. Die heb ik toen gepubliceerd. Maar toen heb ik de enige echte, ernstige fout in mijn leven gemaakt, waar ik me nog altijd voor schaam. Niet voor de tekst zelf van het handschrift, maar daar zat een ander geschriftje achter. Dat heet De Equitate. En dat heb ik niet herkend, want dat was ook al gedrukt. Dat staat in vele uitgaven van De Iure Belli Pacis. Daar ben ik op mijn vingers getikt door een collega uit Zuid-Afrika, met Scholtens, met wie ik overigens dat geschrift toen voor het eerst kritisch heb uitgegeven. Dus dat was toen een reden van contact met ook door de bronnen van Hugo, de Latijnstalige bronnen, nadat we bestuderen ook weer de Spaanse scholastici. Nadien ben ik dus daartoe toegekomen om speciaal overzichten te maken van de bronnen die Hugo de Groot gebruikt heeft. En dat heeft geresulteerd in mijn plan. Ik ben later dus ben voorzitter van de Grotiuscommissie van de Academie geweest. Dat viel net in de tijd dat 400... de 400ste geboortedag van de Groot gevierd in 1983. Daarmee was ik meteen voorzitter van het Nationaal Comité. En toen heb ik ook een congres geleid. En daar heb ik toen bij die gelegenheid het plan geopperd om een uitgave te maken van De Iure Belli Pacis. De tekst is volkomen goed uitgegeven, maar de noten zijn niet kritisch, waren niet kritisch uitgegeven. En daar heb ik toen een subsidie voor gekregen, een assistente, maar tenslotte heb ik het werk grotendeels zelf gedaan. En ik heb dat dan ongeveer 7 jaar of zo hebben we er samen over gedaan. En in 1993 heb ik die editie mogen aanbieden aan de voorzitter van het Internationaal Hof in Den Haag. Een kleine afspiegeling daarvan bood zich nog 16 jaar later, in 2009, toen men ontdekt had dat uit dat jaar
het beroemde geschrift Mare Liberum, de Vrije Zee, voor het eerst gepubliceerd is, anoniem overigens. Men heeft mij toen voorgesteld om daar een nieuwe uitgave van te maken met een facsimile van de editie op Princeps. Toen dacht ik, dat is goed, maar dan op hetzelfde manier als de Jurabeliër Paatsis, een identificatie van de voetnoten, waaruit dan wel blijkt dat veel van die uitspraken van Hugo de Groot, in de Mare Liberum vooral, natuurlijk ontleend zijn aan bepaalde auteurs. En dat die ongeveer, nou ja, het grootste deel heeft die, zijn de genoemde bronnen, gewoon overgeschreven van citaten van anderen. Dat kan je allemaal zo zien. En ook daar blijkt dat er één Spaanse auteur is waar hij veel van zijn wijsheid uit heeft en waarvan hij de verwijzingen dus met de fouten mee heeft overgenomen. Dat heeft me toen weer wat nader bij de methoden van Hugo de Groot gebracht. Intussen heb ik dus ook wel voordrachten gehouden en ook gepubliceerd ook in het Nederlands over de invloed van Hugo de Groot op de privaatrecht in Nederland en nog verschillende andere publicaties. Ik heb nog een onuitgegeven nota van de Groot behandeld, niet uitgegeven, in verband met een proces dat de Groot vermeld in zijn De Jure Belli Paatsis, een proces van kooplieden uit Stettin tegen de Staten-Generaal, een vergoeding van schade die ze met hun schepen hadden ondervonden. En toen hebben de juristen hebben toen gezegd, laat Hugo de Groot nou maar een notitie schrijven, die wordt dan voorgedragen door de procureur, de officiële man. Dus het staat niet officieel niet. De landsadvocaat bedoel je waarschijnlijk. De landsadvocaat. Ja, de landsadvocaat. Maar het was de tekst is van Hugo de Groot. En die is door een ander gevonden. Die bevindt zich in de bibliotheek in Amsterdam. Daar heb ik toen ook een studie van gemaakt. Dus. Sprekend over Hugo de Groot heb je al vermeld dat je vaak naar andere uitgaven hebt verwezen. Inderdaad, ik ben dus, maar bibliografisch ben ik begonnen al lang voordat ik me speciaal voor Hugo de Groot interesseerde. Bibliografisch ben ik begonnen in 1953 toen ik op een congres van de Société des Pays Flamands Picard et Wallon een tentoonstelling heb ingericht van niet-Nederlandse werken die in Nederland gedrukt zijn tot 1800. Toen heb ik bibliografie geleerd van de toenmalige directeur van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek, meneer Fontaine, La Fontaine Verwij. Dat boek is in 1953 verschenen, later in 1962 hebben we er nog een aanvulling op gemaakt. Dus met echt bibliografisch werk was ik toen al bezig. Ik ben op dat gebied natuurlijk verder gegaan bij het uitgeven van de teksten van Meijers, omdat daar ook vaak natuurlijk op aankomt welke handschriften heeft hij gebruikt, maar welke gedrukte edities heeft hij gebruikt. En tenslotte kom ik dan bij het feit dat ik, zoals al even vermeld, bij het eeuwfeest 400 jaar bestaan van de Leidse Universiteit gevraagd ben om de professoren in de rechten in de 17e eeuw te belichten. En daar heb ik me toen geconcentreerd op de uitgaven van die werken, vooral in het buitenland. En daar heb ik veel reizen voor gemaakt en heb ik ook dus de bibliografie nader geleerd. De formele
aanleiding om me er echt mee te gaan bemoeien, kreeg ik toen, doordat mijn collega Van den Berg in Nijmegen voorstelde, om van alle Nederlandse juristen tot 1800 een bibliografie te maken die in de plaats zou komen van een voortzetting van het tot een eigenlijk een onvoltooid gebleven studie over de geschiedenis, waar te veel nadruk op de inhoud, maar niet op de edities gelegd is. En zo ben ik ertoe gekomen om met hem samen en later met vooral met mijn assistente, toenmalige assistente Margrethe Asman, om een bibliografie van Leiden te beginnen, waar ik dus eigenlijk al mee bezig was geweest in 1975. Ja. En daarvoor hebben we toen ontzettend veel ook gereisd en heel veel precisie geleerd. Weliswaar is een van de grootste bibliografen, de grootste bibliograaf op juridisch gebied, namelijk de heer Osler, heeft ons boek toen afgekeurd, kritische opmerkingen over gemaakt. Dat waren nog niet genoeg geschoold, maar toch hebben we daarvan heel veel geleerd. Ons altijd op het principe gesteld, het wordt alleen vermeld als je het boek gezien hebt. En als je niet alleen de tekst, maar ook de voorwoorden en de dedicaties signaleert en doorleest om de geschiedenis van een boek verder na te gaan. Daar, op die bibliografie van Leiden, die is in 1984 verschenen op naam van Margrethe Asman en mij. Margrethe Asman heeft in 1993 Utrecht laten volgen. Ik heb in 2002 het reeds genoemde Franeke laten volgen. En op dit moment ben ik nog bezig met twee verdere delen. Eén deel dat Groningen en Harderwijk zal worden. Dat wordt door iemand uit Groningen voorbereid. En een deel aan de niet-universitaire juristen gewijd. Wat door niemand minder dan door Dr. Douglas Osler wordt uitgegeven.